Hallo, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de Sprookjesjuf. En vandaag is het alweer dag 3 van de week van de gezonde pauzehap. En zoals ik deze week de hele week al doe, of in ieder geval al 2 dagen, want zo lang duurt het al, is beginnen met een drankje. En ik dacht, laat ik het water alvast in het glas doen. Dat bespaart weer dat ik zo half uit beeld ben. En voor het drankje hebben we dus een glas water nodig. Plakjes kiwi. En partjes aardbei. Moet je je glas natuurlijk niet te vol doen. Nu weet ik waarom ik dat voorheen anders deed. En dat schijnt een hele lekkere smaak af te gaan geven. Las ik. Dus dat geloven we dan maar. Ik zet het even weg. En laat het eventjes lekker erin trekken. En dan gaan we het straks eens eventjes proeven. En nu kun je natuurlijk die aardbei en de kiwi ook meenemen als een gezonde pauzehap. Want dat is natuurlijk onwijs lekker. Maar dat is een beetje saai. Dus heb ik gekozen voor een bakje met verschillende groentes die ik in reepjes heb gesneden. Dus een paprika, een wortel die ik ook eerst eventjes met de dun schiller geschild heb. Een komkommer, die heb ik ook eerst eventjes met de dun schiller geschild. En daar maken we een sausje bij van een gesnipperd uitje. Dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord. Tenminste, moeilijk. Snipper is natuurlijk niet moeilijk, maar het betekent gewoon snij uit heel klein. Een lepeltje mayonaise. Moet die natuurlijk wel open gaan. Dus een lepeltje mayonaise of yoghurtmayonaise. En een beetje ketchup of curry. Ik neem curry, want ik heb gewoon geen ketchup in huis. Ook maar een klein lepeltje. Nou, dat roeren we voorzichtig door elkaar heen. Zodat je echt een soort leuk sausje krijgt. En daarin kun je dan je groentetjes dippen. Niet te veel, want dan is het natuurlijk weer niet zo gezond. En echt wel voor een halve mayonaise of een yoghurtmayonaise kiezen. Want met de mayonaise wordt het natuurlijk wel weer heel erg vet. En ja, dan valt dus weer af te vragen hoe gezond die pauzehap nou werkelijk is. Nou, hier boven de paprika heb ik nu nog een plekje over. Daar kan mijn bakje mooi staan. En dan kan ik hem zo meenemen naar mijn werk. En dan heb ik een heel gezond 10 uurtje. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe kooktip. Tenminste kooktip. Een nieuwe tussendoortip. En een nieuwe drankje met water. Oké, hoi!